Nederland scoorde weer erg hoog op de lijst van Ease of Doing Business. En dat blijft mij verbazen. Ik denk dat dat komt omdat er erg wordt gekeken naar de start van het proces en niet naar het vervolg. Om in Nederland een bedrijf te starten hoef je niet veel te doen. Dat kun je vanuit je bed doen. Dat kan volledig digitaal. En in principe staat daarmee je bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dat is in de Verenigde Arabische Emiraten een veel lastiger proces. Het is veel moeilijker om binnen te komen. Maar daarna word je veel minder lastiggevallen dan als eigenaar van een bedrijf. De labor law is hier streng en wordt ook gehandhaafd, maar ook relatief eenvoudig. Het handboek loonbelasting, van Nederland is 1328 pagina's. Je moet iemand inhuren. Je kunt dat niet zelf je eigen maken. En het probleem met die complexiteit, met die ingewikkeldheid van regelgeving, is dat niemand het eigenlijk meer precies weet. Nou, daar heb je hier eigenlijk geen last van. Ja, ook hier ben je nu als ondernemer onvrijwillig incassant geworden voor de BTW, de Value Added Tax, de VAT. 5%. Daarvoor moet je een TRN aanvragen, een Tax Registration Number, wat relatief eenvoudig is. En daarna moet je op je portal aangifte doen van je omzet en ook die 5% afdragen als je levert aan klanten in de Verenigde Arabische Emiraten. Dus die administratieve lasten zijn bijgekomen. En over een jaar of twee zul je ook te maken hebben met corporate income tax, eigenlijk de winstbelasting, 9% over alles wat je meer verdient dan een ton in euro's. Dat zal ook administratie met zich meebrengen en ook dat zal via een portal gaan. Maar omdat dit land ontzettend veel jonger is, is de regelgeving ook veel eenvoudiger. Het is niet een oerwoud wat in de afgelopen 100 jaar is geëvolueerd. Het zijn regels die in de afgelopen 2-3 jaar zijn ontwikkeld. Waarbij bovendien de Verenigde Arabische Emiraten de goede gewoonte heeft om niet arrogant te zijn en te denken wij weten het beter, maar juist het omgekeerde te doen en te zeggen we kijken even heel goed rond in de hele wereld wat werkt en wat niet werkt en dan kopiëren we de beste onderdelen en dat wordt onze wet. Best heel erg slim eigenlijk. Dus is het toch zo dat ik niet goed begrijp waarom Nederland zo hoog scoort op de ease of doing business en ik wil blijven onderstrepen dat als je eenmaal door dat proces heen bent van je business setup en je residency visa en je bankrekening, dat het een ontzettend prettig regelarm land is om zaken te doen.